Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag donderdag 10 juni 2021. Laat mij alvast beginnen Suriname te feliciteren met de komst van 90.000 AstraZeneca vaccins, maar tegelijkertijd ook een woord van dank aan de Nederlandse regering voor hun donatie. Vandaag in het journaal. De SLM toont maatschappelijke verantwoordelijkheid. President Chandrika Prasad Santokhi die wil in 2 maanden 50% van de bevolking gevaccineerd hebben. Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan die zal zich volledig inzetten voor Suriname als het neerkomt op de nodige steun. SLM die verloot tickets onder volledig gevaccineerden. Vanuit Amsterdam zijn gisteren 9 juni 90.000 AstraZeneca vaccins, medische hulpgoederen, vaccinatiebenodigdheden en Personal Protective Equipment, dat is PPE, aangekomen in Suriname. De geleverde vaccins die zijn onderdeel van het steunpakket welke Nederland aan Suriname geeft in de strijd tegen COVID-19. De SLM heeft de transport gefaciliteerd. De SLM toont met deze daad haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door een bijdrage te leveren aan niet alleen het helpen bestrijden van COVID-19, maar zoveel als mogelijk het vaccineren in Suriname te stimuleren. Nou, vanaf het moment dat duidelijk werd dat er vaccins beschikbaar gesteld worden, heb ik contact opgenomen met minister Ramadin. En we hebben aangeboden dat wij willen helpen bij het transporteren van de vaccins. Vandaag is de eerste zending is aangekomen uit Nederland. En wij geloven er ook in als luchtvaartmaatschappij dat vaccineren heel erg belangrijk is. We vinden het belangrijk voor de Republiek Suriname, voor de Surinamers. Maar het is natuurlijk ook voor onszelf is het belangrijk. Want als de samenleving weer open gaat, dat betekent dat er weer meer gereisd kan worden, meer gevlogen kan worden. En dat is weer goed voor onze business. Ook de Nederlandse ambassadeur die zegt erg blij te zijn met de komst van de 90.000 AstraZeneca vaccins in Suriname. Deze donatie heeft vooral te maken met die verbondenheid met Nederland. En verder zegt de ambassadeur te merken dat de pandemie zich richt op een agressieve manier en dat die aan het uitbreiden is. We moeten zo snel als mogelijk de vaccinatiegraad verhogen in Suriname. Wat u ziet hier is een blijk en een manifestatie van de verbondenheid die bestaat tussen de Nederlandse regering en de Surinaamse regering, maar verder dan dat tussen het Nederlandse volk en de Surinaamse bevolking. Want zoveel mensen in Nederland hebben linksom of rechtsom te maken met de fallout van deze pandemie hier. Iedereen heeft een vriend, een kennis, een buurman, een collega met wortels in Suriname en hij hoort en zij horen de verhalen van hoe erg het hier is. En dat is dus ook heel erg, ja, ik zou hard zeggen hartverwarmend, hoe enorm veel steun dat genereert. Ik noem alleen al ook bijvoorbeeld het medisch team wat hier vorige week is ingevlogen. Aanstaande vrijdag komen er weer extra mensen, 13, 14 mensen van verschillende disciplines. Dat zijn allemaal mensen die werkzaam zijn in de zorgsector in Nederland, op verschillende disciplines, die uit eigen beweging hebben gezegd, wij gaan helpen, wij gaan ondersteunen. Die hebben een regeling getroffen met het ziekenhuis of zorginstelling waar ze werken, met hun collega's die diensten overnemen. Ze hebben verlofdagen opgenomen en doen dit allemaal belangeloos. Dus dat tekent de enorme betrokkenheid die men voelt. Maar in ieder geval zijn wij ongelooflijk blij dat we vandaag deze shipment van 90.000 AstraZeneca-vaccins hier krijgen. Want het is heel, heel, heel hard nodig. We lopen hier tegen een pandemie aan die op een onwaarschijnlijk agressieve manier zich aan het uitbreiden is hier. Ik heb verschillende ziekenhuizen bezocht met meneer Sprenger, met andere leden van het medisch team. En we moeten echt alle zeilen bijzetten om nu zo snel mogelijk de vaccinatiegraad in dit land te vergroten. Want dat is de enige manier om dit monster de kop in te drukken. Dat Nederland afgedankte vaccins naar Suriname toestuurt als wat wordt beweerd via de social media kanalen. De ambassadeur geeft in klinkklare taal aan dat het niet gaat om second-hands materiaal. Dezelfde vaccins die worden nog steeds toegediend in Nederland. Ook SLM-directeur Paul De Haan is gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Wij zijn 3 weken geleden gevraagd door de Surinaamse regering expliciet om AstraZeneca. Dat is 1. Tweede punt, dit zijn beslist geen afdankertjes. De vaccins die vandaag hier aangeleverd worden, zijn vaccins die tot op de dag van vandaag in precies dezelfde vorm, uit precies dezelfde batches, van precies dezelfde fabrikanten en producenten, ook in Nederland nog worden gebruikt en weggezet bij de mensen. Dit is geen second-hand material. Dit is gewoon state-of-the-art
medische vaccins die wij nu doneren aan Suriname. Nou, ik heb de AstraZeneca-vaccinatie twee maal gehad. Ik ben in de avond wat moe geweest, maar de volgende dag was alles weer een stuk beter. Om de vaccinatiecampagne vlotter te doen verlopen, heeft de Suriname Airways, de SLM, gemeend mensen die volledig gevaccineerd zijn te belonen met 2 tickets naar Amsterdam of naar Miami. Wij gaan morgen een campagne beginnen waarin we de vaccinatiecampagne hier in Suriname willen gaan ondersteunen. We nodigen iedereen van harte uit om zich te laten vaccineren. En iedereen die een volledige vaccinatiekaart, dus die volledig gevaccineerd is, en die stuurt daarvan de vaccinatiekaart op naar Suriname Airways. Dat komt morgen, we gaan op social media, we gaan die campagne gaan we bekendmaken. Dan geven wij 2 tickets naar Amsterdam of naar Miami. En dat is dus alleen voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. En daarmee moedigen wij het vaccinatiebeleid van de overheid moedigen we aan. Maar vaccineren blijft natuurlijk wel altijd vrijwillig. Speciaal afgezant van de Nederlandse overheid is dokter Mark Sprenger. Hij geeft aan dat na zijn rondleiding in de verschillende ziekenhuizen erg onder de indruk te zijn van de enorme toename van COVID-19 patiënten. Ook de overige medische specialisten die onlangs zijn aangekomen worden al overal waar nodig ingezet. De medische specialisten zijn allemaal zaterdag gearriveerd en ze zijn gelijk zondag aan het werk gegaan samen met de verpleegkundigen. Ook de medisch technologen. En ze hebben gelijk gekeken bij alle ziekenhuizen hoe ze daar echt kunnen gaan helpen. Ik ben zelf gaan kijken in een aantal ziekenhuizen. In het academisch ziekenhuis in Wanica. En ik ben erg onder de indruk van de enorme toevloed aan patiënten. De minister van Volksgezondheid, dat is Amar Ramadan, die is heel erg blij met de toegezegde steun. En haalde aan dat de relatie tussen Suriname en Nederland alleen maar zal verbeteren met deze steun van Nederland. En dat is een stap naar verbetering in de kwaliteit van de zorg die op dit moment dichterbij is. Dat zegt minister Ramadan. Hij zegt dat de vaccins op het juiste moment zijn aangekomen omdat Suriname al door de voorraad heen was. De volgende stap is, en dit is de eerste stap van Nederland concreet, dat wij de toegezegde vaccins hebben ontvangen. Het is eerder dan verwacht gekomen. De nood voor vaccineren is enorm. We hebben een tekort. We hebben sinds gisteren onze laatste dosis uitgedeeld. Dus het is precies het moment waar Nederland heeft gezegd: jongens, we sturen eerder de vaccins voor jullie, zodat jullie alvast kunnen doorgaan. En de grotere bunch die komt dus in de komende weken. Los daarvan komen er ook nog een heleboel steun. Komt er ook nog een heleboel steun in de vorm van personeel. U hebt het net gehoord van dokter Sprenger, dat er vrijdag aanstaande weer 15 zorgwerkers komen. Artsen en verpleegkundigen, medische apparatuur, verbruiksartikelen, consumables. Dat zijn allemaal zaken die gaan komen in het pakket van steun. Dus we zijn enorm verheugd, omdat los van het vaccineren er nog steeds mensen zijn die dagelijks positief zijn. Mensen die dagelijks ondersteuning nodig hebben. Maar als je niet genoeg apparatuur hebt, als je niet genoeg personeel hebt, kan je ook niet die adequate medische zorg verlenen. Dus met deze ondersteuning van Nederland kan ik zeggen dat de stap naar een verbetering in de kwaliteit van de zorg, maar ook in de kwantiteit van de zorg, dichterbij is. Minister Amar Ramadan die zegt heel tevreden te zijn met de enorme belangstelling van de burger die zich wil laten vaccineren. En dat is ook te merken aan de verschillende vaccinatieposten de afgelopen dagen die enorm druk waren. Mensen zijn bewuster geworden over het vaccin. Ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Dat betekent dat de mensen steeds meer bewust worden over het vaccineren. Dat het niet alleen maar een moment is van ja, ik moet het doen omdat mensen me zeggen dat ze het moeten doen. Ze beseffen het. En dat komt mede vanwege het feit dat ons besmettingspercentage nog heel hoog is. We hebben elke dag 200 plus nieuwe mensen die besmet raken. En die 200 plus mensen hebben weer vrienden, familieleden. Dus uiteraard schrikken mensen als iemand dicht bij jou COVID heeft en jij hebt het niet. Dan denk je van luister, ik wil niet in die positie geraken dat ik straks IC-behoeftig word of zorgbehoeftig word. Laat me maar beginnen te vaccineren. Want in ieder geval kan ik wel stellen dat personen die gevaccineerd zijn, de kans op sterfte en ernstige ziekte heel klein wordt en minimaal is. Dus daarom is het belang van vaccineren heel groot. Dus ik zou zeggen, we hebben personen gezien die bijvoorbeeld gevaccineerd zijn, eenmaal, en daarna nog besmet zijn. Zelfs personen gezien die 2 maal gevaccineerd zijn en besmet zijn. Dat hebben we altijd gezegd, als je bent gevaccineerd betekent het niet
dat je niet besmet kan raken. Dus als je een poëtie hebt, maar je een virus hebt. Maar de kans dat je kon zodanig ziek bent in het hospitaal, in het atoso, in de intensive care, de kans dat je heel klein. Dus daarom om te vaccineren, om te kaspoëtie. Mijn complimenten ook aan het zorgveld, zorgpersoneel. Maar ik wil ze ook deze belofte gelijk maken. Vaccins zijn net aangearriveerd. We gaan ervoor zorgen dat die vaccins snel door de gemeenschap heen gaan worden toegediend. Uiteraard is het niet verplicht, maar het besef groeit. Daarvoor ben ik heel blij. Daarom ben ik heel blij. Het besef groeit onder de samenleving. Steeds meer en meer mensen raken bewust ervan. En dat zal ervoor zorgen dat wij binnen afzienbare tijd bij een continue bevoorrading vanuit Nederland, vanuit andere landen, onze vaccinatiecampagne groot gaan kunnen draaien. Dus ik zei al eerder, een vaccin door, een twijfel morgen. Begin lang met de kaspoetie. In zijn toespraak deelde Mark Sprenger het goede nieuws. Vrijdag aanstaande komen er nog eens 15 medische specialisten uit Nederland om de zorg te ondersteunen. Ook wordt er gekeken naar het vaccinatieproces in Suriname. De speciale afgezant van Nederland zegt heel erg onder de indruk te zijn na te zijn geweest naar de vaccinatieposten. Het goede nieuws is dat aanstaande vrijdag, overmorgen, komen er 15 nieuwe mensen van het team. Dat zijn 8 artsen en 7 verpleegkundigen. Die komen bij de groep die er nu al is. We kijken verder wat er nodig is ook voor de verdere toekomst. Want deze epidemie gaat helaas niet in 2 of 3 weken over. Het derde doel is het vaccineren. En we hebben vaccins. Maar het is ook belangrijk om te kijken op welke manier jullie het beste kunnen vaccineren. Ik ben erg onder de indruk van wat ik heb gezien wat betreft jullie vaccinatielocaties. De manier waarop jullie vaccineren is echt indrukwekkend. Heel erg goed. Ik heb vanochtend met het team kennis mogen maken en ze doen uitstekend werk. Ik denk wel, met de epidemie op dit moment in deze hevigheid, dat het belangrijk is om nog sneller te gaan vaccineren. Iedere dag dat iemand gevaccineerd is, telt. Heel belangrijk. En ik wil graag met jullie op... Dr. Mark Sprenger die vertrekt vrijdag aanstaande samen met de minister van Volksgezondheid naar het binnenland voor oriëntatiegesprekken en om te kijken hoe het vaccinatieproces in het binnenland zou moeten worden ingezet. En ik ben ook heel blij dat de minister ons uitgenodigd heeft om vrijdag naar het binnenland te gaan om te kijken op welke manier daar het vaccin het beste kan worden gebruikt. En ik zou heel graag de dialoog aan willen gaan met de lokale mensen om te begrijpen wat de beste manier is. Ik wens jullie heel veel succes en ik hoop echt dat jullie heel snel uit deze epidemie jezelf als het ware gaan vaccineren. Jullie kunnen rekenen op Nederland, jullie kunnen rekenen op mijn steun en ik hoop ook weer snel terug te komen. Dankjewel. Een patiënt van 46 jaar die opgenomen was op de COVID-unit van het regionaal ziekenhuis Wanica zag kans om tegen 8:30 avonds, dat is woensdagavond, te vluchten. De patiënt die sprong over de schutting van het ziekenhuis en vluchtte het bos in. De bewaking van het ziekenhuis heeft hem achterna gezeten, maar de patiënt was verdwenen. Vanmorgen tegen 8 uur is de man op een afstand van ongeveer 200 meters dood aangetroffen. Een arts die heeft de dood vastgesteld. Op het lijk zal er abductie gepleegd worden en de doodsoorzaak zal nagegaan worden, stelt Van Genderen. Hij benadrukt dat er met man en macht gezocht is naar de patiënt, maar zonder het gewenste resultaat. Je moet je laten vaccineren als je behoort tot de essentiële diensten. Tot dit besluit kwam president Chandrika Prasad Santokhi tijdens de DNA-vergadering nadat aan hem gerapporteerd werd dat een tal van politieagenten, militairen, maar ook ambulancepersoneel besmet zijn met het coronavirus. Dit zijn allemaal groepen die behoren tot de essentiële diensten. Zo vormen ze anders een gevaar voor de samenleving als zij zich niet laten vaccineren. Als de regering hebben beslist dat essentiële diensten een hoge prioriteit moeten krijgen bij vaccinatie. En als beleid gaan we als regering introduceren.
Je moet je laten vaccineren als je behoort tot die essentiële diensten. Anders hebben we een groot risico. Anders hebben we een groot risico dat we als land de veiligheid straks niet kunnen garanderen. We gaan een beroep doen. We gaan niemand verplichten, maar we gaan een beroep doen. Als u inderdaad behoort tot de essentiële diensten. En die essentiële diensten zijn met name die frontline werkers, de politieambtenaren, militairen die het allemaal moeten doen. Dat ze een hoge prioriteit krijgen. Meneer voorzitter, dat is wat we constant moeten doen met ons beleid. Anders hebben we serieuze problemen. Je gaat het niet kunnen handhaven. Je gaat geen medisch personeel hebben. Je gaat geen verplegend personeel hebben. En met de woorden van de president in het parlement zijn we voor het vandaag aan het eind gekomen van het COVID-19-journaal. Wensen van hieruit nogmaals een oproep. De vaccinaties die zijn aangekomen, zoals de minister het al zei, u na twijfel moren, we kunnen alle de vaccins door uit de kaspoiti. We hebben de piek nog lang niet bereikt, dus zullen de gevallen nog blijven toenemen. Voorkom dat je besmet raakt en ernstig ziek of zelf overlijdt. Laat je vaccineren en dan hou je ook aan die Mohana-regels, mijn man. Be safe. Tot morgen. Andere aflevering van het COVID-journaal.